Sla links af naar de Hutstraat en sla rechts af naar de Damstraat. Hier moet ik terug. Probleem? Ja, daar staan hekjes. Wij zijn Karel en Monique en we gaan samen op vakanta. Wat zijn de plannen voor vandaag? Nou, we gaan naar Voerendaal met de kanta. Over fietspaden, zoveel mogelijk. En dan drinken we daar een kop koffie. Dan gaat Monique richting wel lopen als het niet regent. Hoe zit het met de romantiek? Nou, prima. We houden veel van elkaar. En dat is fijn dat dat bij iedere leeftijd mogelijk is. Is dat zo? Ja, dat is mijn ervaring tenminste. En dat hebben we al 6 jaar. Leeftijd speelt geen rol? Ach ja, natuurlijk wel. Je bent natuurlijk geen 20 meer. Maar het is heerlijk om samen te zijn. Ja, ja, ja. We hebben hier ook een tweepersoonsbed, dat is ook wel gezellig. Nog even over gisteren, want dat was wel een beetje een pechdag, hè? Nou, achteraf gezien viel het erg mee. Maar op het moment dat het gebeurde, denk ik, hoe nu verder? Want wat gebeurde er? Nou, Monique die stopte bij de kerkje. En we wouden wegrijden en hij zei prut, prut, prut en hij deed niet meer. Dus we hebben de AWB gebeld. En hij heeft de keur gemaakt, een nieuwe accu erin, moesten we nog gaan halen. En die waren gelukkig in Valkenburg in voorraad, ook al een mazzel. Ja. Toen gingen we weer lekker verder. Ja. Kasteel Welre, dat is, hoe Janssen? Hier, dit is dat kasteel Welre, hier. Dus dat is niet ver buiten Welre. Ik ga nu lopen naar de Kruishoeve. Dat is een fietsknooppunt, 3,5 kilometer hier vandaan. Even lekker stuk wandelen. Dus jullie wegen gaan hier nu scheiden? Onze wegen gaan scheiden, ja. Dat kunnen wij aan. Ja. Als jij nog gaat, dan betalen. Dank je wel. Mag ik het op het lijstje zetten voor na de vakantie? Dan heb ik een hele uur voor mezelf. Dan ga ik een eindje rondrijden. Ga eerst eens hier in Voerendaal wat rondrijden. En dan rijd ik langzamerhand richting Kruishoeve. Waarschijnlijk met een grote bocht erbij. Ongeveer half 1 te zijn. Ik zorg wel dat ik op tijd ben, dat ze daar niet staat te wachten. Het geeft dus ook een gevoel van vrijheid. Lekker rijden. Gaan waar je wil. Linksom, rechtsom. En regen en nou weer zon. Wel te droog. We zitten, hè? Ja. Ja. Het is mooi, hè? Ik moest. Ja. Hoe gaat de reis tot nu toe? Nou, heel tot tevredenheid. Vind je ook niet? Maar je hebt je mond vol. Ik heb mijn mond vol. Ik praat niet zo makkelijk. Nee, goed. Gaat goed en leuk. Ik hoopte op verrassingen. En dat is het. Het is gewoon één groot avontuur. Ja, en allemaal leuke dingen. Ja, en ook wel even gewoon weg van huis. Nou, het is droog. Oh, nou, dan mazzel dat we binnen zaten. Ja, een beetje zon. Ja. Hey, we gaan eens kijken wat we nog meer gaan doen vandaag. Ja, we gaan naar het museum. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Monique heeft een oude dingen. Ze heeft een oude emmer gescoord
Die moest ook mee. En met de schoen erin kon het net. Wat is dat toch met de oude dingen, Monique? Ja, ja. Sorry. Ik hou er gewoon van.